Dit is Vrouwen in Oorlogstijd. Een bijzonder samenwerkingsproject van Dagblad de Gelderlander en Omroep Gelderland. Vandaag over de razzia van Putten. Underneath the lantern by the barricade. Darling, I remember the way you used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me. I'd always be your lily of the lamplight, your own. Het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog worden de Duitsers steeds meer in het nauw gedreven. Verzet door de Nederlandse bevolking wordt sneller en vaker bestraft. En het aantal represaillemaatregelen, vergeldingsacties, neemt toe en ze worden ook steeds gewelddadiger. De meest gruwelijke is ongetwijfeld de razzia van Putten. In deze aflevering delen twee vrouwen hun herinneringen aan die eerste dagen van oktober 1944. Dan schiet je maar me dood hier, ik hoorde het nog zo zeggen, maar ons allemaal. Maar ik ga niet mee, ik laat die kinderen niet alleen. Inmiddels kwam er gelijk een oudere iemand aanlopen, een Duitser. En die zei, nee, moeder moet bij kinderen blijven. Oh, zeggen ze, wat dom. Onze jongens hadden zich ook verstopt. Maar ze zijn er weer uitgekomen en ze zijn hier ook nu naar de kerk gelopen. Als ze je vinden, dan schieten ze je dood. In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober 1944 pleegt het verzet op de weg tussen Nijkerk en Putten een aanslag op een auto met Duitse militairen. Het gaat niet zoals gepland. Eén Duitser en een verzetstrijder komen om, maar drie Duitse militairen weten te ontkomen en slaan alarm. De Duitsers besluiten op een gruwelijke manier wraak te nemen op de Puttense bevolking. Dat is verschrikkelijk geweest. Ja, het is mislukt in wezen, zal ik zo zeggen. Want ze wisten dat hij eraan zou komen. Nou ja. En ze hebben ze ook wel beschoten, maar hij kwam er levend uit. Jammer genoeg. Mag ik misschien niet zeggen, maar... Achteraf wel, want hoeveel mensen hebben het leven gelaten daardoor? Ja, is toch zo? Dat is een smet op de oorlog. Ja, die kan nooit weggewerkt worden. Ja, ik weet er zoveel van. Dus dat er daar... Dus uit... ja, hoe noem je dat... Ja, uit wraak eigenlijk, dus dat er alle mannen afgevoerd zijn en dat die dus terechtgekomen zijn in de kampen en vermoord zijn. Dus en dat moet, ja, vreselijk geweest zijn, dus voor die mensen die dat beleefd hebben, ja. Apeldoorn was ook vrij dichtbij, soort Putten. En dan hoorde je dat allemaal wel, wat er weggevoerd werd. De familie van Jansje Hogebrug woont in de Tweede Wereldoorlog in een klein boerderijtje aan de rand van Putten. Op 1 oktober 1944 wordt het hele gezin door de Duitsers naar de kerk gedreven. Als morgens vroeg, misschien om 5 of 6, maar er zijn mensen die dat beter weten, werden alle Duitse troepen naar ons dorp gestuurd. En 's middags om 3 uur, toen dachten we, nou, nu komen ze niet meer. Het is aan de andere kant van het dorp gebeurd, daar helemaal bij het bos waar wij woonden, daar komt niemand meer. En we zitten daar net in de kamer. Thee te drinken en er komt een Duitse soldaat met een Puttense politieagent. En de Nederlandse politieagent die zegt, jullie moeten je melden, allemaal naar de grote kerk komen, allemaal je persoonsbewijs meenemen en je melden. Wie zich niet meldt en wie in huis blijft en die gevonden wordt, wordt doodgeschoten. Wie sabotage pleegt, verbeurt zijn leven. Ik weet dus dat dat ook een represaillemaatregel geweest is eigenlijk. Een wraak op een groep verzetsmensen. Want als je niet deed wat zij deed, wat zij wilde, dan werd je zelf ook doodgeschoten. Hè? Aan alle kanten, zo langs de Rijksweg en die dorpstraat waar wij in liepen, soldaten, geweer in de aanslag. Je had geen kans om links of rechts van de weg af te wijken. Allemaal stoete mensen doorlopen en bij die kerk naar binnen. Ik zie dat geweer nog zo tussendoor, tussen vader en moeder door. Schuif je aan de kant en meteen wijzen. Vader en mijn oom om de kerk heen lopen. En daar was een oude school en daar moesten de mannen heen.
Dit is ons geboortehuis aan de Driewegenweg in Putten. En hier vandaan zijn we dus. Hier is de Driewegenweg, hiervoor langs. En hier is niet zo goed te zien, maar hier kun je met paardenwagen en met auto's binnen. En daarachter was dan de schuren en voor de koeien en het land. En daar zijn we heen gelopen toen we voor de razzia ons moesten melden. En Henk, mijn broer, was toen pas 14, maar het was een grote jongen geworden. En die Duitser zegt, lopen. En moeder pakt hem zo vast, ik zie moeder nog, zo haar kind vastgrijpen. En moeder zegt, dat hoeft niet, zegt moeder, het is nog maar een kind. En toen mocht hij met ons en wij die deur in naar binnen. Nou, het zal wel een represaillemaatregel geweest zijn, hè? Er zal wel iets gebeurd zijn tegen de Duitsers, waardoor ze dat gedaan hebben. Er hebben enkele mannen van Putten hebben Duitse militairen doodgeschoten. En ze hebben geweigerd, natuurlijk uit angst, zich aan te geven. En toen zijn heel veel mannen uit Putten zijn weggevoerd. Gerry Vastenburg woont samen met haar ouders, broertje en zusje in een boerderij op de weg tussen Nijkerk en Putten. Vlakbij de plek waar het verzet de aanslag had gepleegd. Ook haar vader moet net als vele andere mensen uit die kleine buurtschapjes daar met de Duitsers mee naar de Oude Kerk in Putten. Wat is er gebeurd met uw vader op 1 oktober 1944? Hij ging zondagsmorgens naar de kerk. En vanuit de kerk werd er gezegd, ga door het bos heen, want er is razzia. En dus ze gingen het bos in, hij niet alleen, meer buurtbewoners. En toen ze door het bos, toen in het bos waren ook de Duitsers en toen alsnog opgepakt. Want hij was in de kerk in Nijkerk? Hij was in de kerk in Nijkerk, ja, in de gereformeerde kerk in Nijkerk. Weet u met hoeveel andere mensen uw vader is opgepakt? Nou ja, hoeveel mensen, er stonden er bij ons op toen hij daar langs kwam lopen. Nou, misschien 30 mensen. Deze boerderij aan de Nijkerkerstraat, dat is het huis waar u gewoond heeft. Ja. In de oorlog. Ja. Ja. En als we naar die kant op kijken, dat zandpad. Daar kwam uw vader daar kwam mijn met de groep vandaan. Ja. Ja, daar kwam mijn vader vandaan met een hele groep mensen die kant uit, ja. Vanuit de bossen waar ze waren opgewacht door de Duitsers? Ja. Het bos loopt daarachter. En daar kwamen ze vanaf Nijkerk dan, kwamen ze door de bossen heen, zo deze kant op. En u was met uw moeder, was u in het huis? Ja, was in het huis, ja. Die Duitsers hebben ook nog bij u aangebeld? Mijn moeder stond er voor de deur en met drie kinderen. En toen zei een jonge Duitser, die kwam aanlopen en die zei van dat moeder mee moest. En toen zei mijn moeder, daar prakazeer ik niet over. Dan schiet je maar me dood hier, ik hoor het nog zo zeggen, maar ons allemaal. Maar ik ga niet mee, ik laat die kinderen niet alleen. Inmiddels kwam er gelijk een oudere iemand aanlopen, een Duitser. En die zei, nee, moeder moet bij kinderen blijven. En toen, ja, liepen ze weg. De Duitsers. Met de groep waar uw vader ook bij was? Ja. En waar stond hij? Mijn vader stond hier. Hij keek als om zo naar ons. Waar wij dan met z'n vieren voor het raam stonden. Hij heeft niet gezwaaid? Hij heeft niet gezwaaid, alleen maar zo gekeken. En de buurman die zei, Anna, vanavond zijn we weer terug hoor. En toen zei mijn moeder, dat moet ik nog zien. En dat was eigenlijk het laatste. Hoe zou u de blik van uw vader kunnen omschrijven? Ik denk dat hij gedacht heeft, ik weet niet, ik zie mijn gezinnetje misschien wel nooit weer terug. Wat droevig en toch vol toch vertrouwen. Gelaten vertrouwen. Vertrouwen, ja. Dat vind ik zo zeker. Dat voel ik. Dat voel ik. Vertrouwen. Ik heb dat zelf ook zo. Ja. Vertrouwen. Ja. Wat weet u wat er gebeurd is met uw vader nadat hij omkeek naar het huis en
dat het laatste was wat u van hem zag? Ja, toen ging de hele groep wandelen. Richting Putten, dat weet ik. De sfeer in de Oude Kerk moet die zondag 1 oktober 1944 dreigend en angstaanjagend zijn geweest. In het huis van God, waar de mensen uit Putten zich juist veilig moeten voelen, heerst nu kille angst. Gewapende Duitse soldaten houden een grote groep mannen, vrouwen en kinderen onder schot. Hier hebben we gezeten op 1 oktober tot 's avonds een uur of 9. Toen dit zat vol met vrouwen en kinderen. En de galerijen kunnen heel veel mensen op, maar er mocht niemand naartoe. En op al die galerijen stonden mitrailleurs. En dat was zo griezelig. Je zat hier in die banken, zomaar dicht bij elkaar. En je hoorde van alles en wat er precies zou gebeuren, wisten we niet. En je zat hier maar te wachten. En het werd donker en er mochten geen lampen aan. En die mitrailleurs en die Duitse soldaten. Een officier steeds weer op de preekstoel en die zei dan weer wat. En toen kwam de oude dominee Holland, die kwam ook op de preekstoel. En die zei maar, als jullie nog wat weten wat er gebeurd is en wie het gedaan heeft, zeg het alsjeblieft. Want anders zal de straf heel erg zijn. En toen om 9 uur, het was al donker, toen werd er weer gezegd, we mochten naar huis gaan. Dat hebben we toen ook gedaan, zonder vader, zonder die oom. Die zaten daar in die oude school. En toen zijn we in donker weer naar huis gelopen. En de boodschap erbij gekregen, morgenochtend om 9 uur moeten jullie hier weer terugkomen met eten voor de mannen. En toen mochten we gaan. En toen zijn we naar bed gegaan, met ons hele grote gezin. En de volgende morgen, ja, wel vroeg op, want we moesten eten voor de mannen maken. En wij zijn toen allemaal weer naar de kerk gegaan. Zijn daar binnengekomen en daar gaan zitten met een pan eten. We hadden nog gauw warm eten gekookt voor de mannen. En een heleboel boterhammen gesmeerd wat we nog hadden. En daar zaten we te wachten. En toen kwamen de mannen één voor één. Ik zie ze nog komen. De een na de ander. Sommigen hadden niemand die ze opwachten, hadden ook geen eten. Dan kregen ze van ons eten. En toen kwam vader eraan. Toen waren we ontzettend blij en dankbaar. En dan roep je en dan steek je je hand op en je roept vader. En toen kwam hij naar ons toe. En ook andere mannen die, net wat ik net zei, die niemand hadden. Een oude kennis van onze weduwman. Die heeft van ons ook natuurlijk meegegeten. En toen mochten we dan weer naar huis, maar toen waren we met elkaar weer. Op 1 oktober om 9 uur 's avonds laten de Duitsers de vrouwen en de kinderen naar huis toe gaan. Ze moeten dan wel beloven dat ze de ochtend daarna terugkomen met eten voor hun echtgenoten en hun zonen. Maar het is dan nog wel totaal onduidelijk welk lot de mannen boven het hoofd hangt. Heeft uw moeder uw vader nog gezien? Ze kregen opdracht om de volgende dag eten te brengen. Pannetje eten. Dat was uw moeder ter oren gekomen? Dat is mijn moeder ter oren gekomen. Ja. Hoe, dat weet ik niet. Maar dat is haar ter oren gekomen. En toen is zij daarheen gegaan met een pannetje eten. Op maandagochtend vroeg. Ja. En hij stond tussen die hele groep in. En ik keek alleen maar nader. En hij reageerde niet. Pannetje eten, het moest ze afgeven. Of hij het gekregen heeft, dat was een vraag. Dat wist ze niet. En dat was het laatste wat zij van hem zag? Dat was het laatste wat zij van hem zag, ja. Zo. Dat is een goede bel. Een goede bel, ja. Klingelt ook lang door. Zo. Goeiedag. Weet u wat er verder met uw vader gebeurd is? Ja. Ze zijn die trein ingedreven en ze zijn naar het station Amersfoort gegaan. En toen zijn ze naar het kamp Amersfoort gelopen, vanaf het station weer naar het kamp Amersfoort. En ja, daar hebben ze 4, 5 dagen gezeten. Ja, dit is de woonkamer. Hier zo. En dan
was daar de slaakamerdeur. Heeft u ooit nog iets gehoord van andere mensen, andere mannen, over uw vader? Er zijn enkele mensen uit de trein gesprongen. En die mijn vader ook heel goed kende. Was ene van Winkoop, was dat ook. De man is ook al lang dood nu. En had mijn vader naast gestaan. En had van Winkoop gezegd... Renger, ik ga springen. Kom maar achterna. Doe. Spring. En die heeft later tegen mijn moeder gezegd van... ik denk dat Renger dit niet aangedurfd heeft. Want je werd, als ze het zagen, dan werd je doodgeschoten. Ja. En hij heeft het gered. Van Winkoop heeft het gered. Mijn vader heeft het waarschijnlijk niet gedurfd. Uw vader was een heel gevoelig mens, hè? Mijn moeder vertelde mij, toen ik geboren werd... waarschijnlijk is dat heel moeilijk geweest... dat ze op een gegeven moment gezegd had... ga jij alsjeblieft weg, want zometeen kunnen we hier oprapen. Ik had het niet, schijnbaar niet tegengekund. Het was een ontzettend gevoelsmens. In Putten, ja zeker. Daar zijn alle mannen samengedreven in een kerk. En die zijn allemaal afgevoerd. En ik geloof toch wel, ja, en dat noemen ze het dorp van de weduwe. Want die zijn haast allemaal niet meer teruggekomen. De familie Hogebrug blijft bij elkaar. Vader en zoon vallen namelijk net buiten de gestelde leeftijdscategorie van 18 tot en met 50 jaar. Zij mogen dus blijven. Dat terwijl een groot deel van de Puttense mannen gedwongen wordt om het dorp te verlaten en op transport worden gesteld. En in die tussentijd zijn die mannen die op een hoop gedreven waren in een lange rij gezet, wel 4, 5 naast elkaar. Op dat grote marktplein, zo in een vierkant opgesteld. En daar zijn nog mannen uitgehaald. Daar heeft een Duitse arts misschien met een verpleegkundige, een vrouw, die hebben er langs gelopen. En invalide mensen, eentje bij ons verderop woonde, een man met een bochel en scheefloop en zo, die zijn eruit gehaald. In 1944 was dus de razzia. En mijn vader was toen dus 53. En mijn broer was 14. Ik was zelf 16. En ja, een wonder. En ook een heel geluk dat we de razzia zo overleefd hebben. Hier staan we dus alleen de kinderen Hogebrug. Maar allemaal een beetje zo'n... mooie foto, hè? Zo'n pontificaal. Zie, hier zijn we weer met de hele club. Met mezelf beginnen is natuurlijk niet zo, maar dit ben ik. Dit ben ik. Dat is Geertje, dat is Henny, Lubby, Wil, Co. Zij is naar Canada gegaan, geëmigreerd. Henk, mijn enige broer, die een jaar later overleden is. Moeder, vader en mijn jongste zusje, Joon. Door de Dorpstraat, er is nu een monumentje van. Daar is de stoet begonnen. En door de Dorpstraat, helemaal de Dorpstraat, het verlengde van de Dorpstraat, is de Stationsweg. Stationstraat. En naar het station gebracht. En daar stond de trein klaar. Allemaal goederenwagons. Met de locomotief. En toen die mannen weg waren, toen werd er tegen ons gezegd: jullie mogen nu naar huis gaan. Maar voor 3:30 of 4:00 moeten jullie weg uit het dorp, want Putten wordt platgebrand. Zorg dat je uit het dorp weg bent. Jullie mogen nu gaan. Je mag ook nog naar het station gaan om de mannen nog wat kleren of het eten te brengen. Dat hoefden wij niet te doen, want anders was er niemand naar het station gebracht. En toen zijn wij teruggegaan naar huis en we waren zo blij. Ik zie ons nog lopende uit de kerk en we dachten, scheelt ons allemaal wat. Wij zijn weer bij elkaar en vader was weer bij ons en mijn broer was er nog. En zo zijn we naar huis gegaan en toen hadden we misschien nog 1,5 uur tijd om thuis wat te regelen. En ze hadden gezegd waar je veilig was.
deze kant van de Oude Rijksweg. Daar zouden ze niet branden, echt het centrum van het dorp. Maar wij woonden nog wel te dicht bij het centrum. En toen hebben we enkele dingen uit huis gehaald. Mijn oudste zus had al een hele uitzet bij elkaar gespaard. Had ze in de grote kist, die kist de trap afgedaan. Ik weet nog dat we zeiden, voorzichtig voor die treden. Toen zeiden ze, ach, het wordt toch afgebrand. De koeien liepen hier in de polder, daar konden we helemaal niet bij komen. De varkens hebben we op de wagen geladen, terwijl wij het huis leeg haalden. Die zijn naar andere mensen op een veilig gebied gebracht. Kippen hebben we zomaar losgelaten met een grote zak voer erbij. De hond aan de riem en de poes die loopt wel los. Putten is verbrand. Die is in brand gestoken voor straf. Ze wilden schijnbaar niet dat het mensenlevens kostte. Daarom zijn die mensen daar allemaal, vooral vrouwen en kinderen, heb ik weg zien voeren. Ik stond met mijn moeder voor ons hek in Ermelo. Wij hadden het eerste huis, wat grenst aan de hei, die naar de putten gaat. En daar hebben we al die mensen voorbij zien komen, naar recht door Ermelo heen. Nadat de 660 mannen uit Putten op de trein naar Amersfoort zijn gezet, wordt het in veel huizen stil. Aanvankelijk wordt nog gedacht dat de mannen na een tijdje zullen terugkomen, maar die hoop vervliegt. De vader van Gerry Vastenburg is iemand die slecht van huis kan. Een echte boer die geworteld is in zijn omgeving en die verknocht is aan zijn gezin. Wanneer is uw vader overleden, weet u dat? Mijn vader is overleden 15 november 1944. En weet u ook waaraan? Of waar? Aan dysenterie. Ja, en ja, er is zoveel gebeurd met die mensen. Heden ontvingen wij de droeve tijding dat 15 november 1944 te Ladeloend, Duitsland, is overleden. Onze geliefde man en vader, Ringer Vastenburg. In den ouderdom van 32 jaar. Hopende dat hij heen ging in volle vrede, is de wens van zijn diep bedroefde vrouw en kinderen. Weduwe werd genoemd. Weduwe J. J. Vastenburg, Ernsten, Gerry, Henny en familie. Heeft u enig idee hoe zijn leven eruit heeft gezien die laatste 6 weken? Ze moesten dat tankgraven maken. Tankvallen, zo heet dat. En die waren enorm hoog. Dus ze moesten het zand zo hoog op de rand neergooien. En ze stonden met de benen in het water tot aan de knieën toe. En of je nou kon of niet kon, je moest mee. En er werden dan de mensen die, al waren ze bijna dood, ze moesten toch 's morgens weer meegenomen worden uit het kamp vandaan. Moesten de jongens ze maar dragen. En dan werden ze aan de kant neergelegd. En heel vaak ook nog doodgeslagen. Of weer 's avonds weer meegenomen. En uw vader was een van die mensen? Ja, vermoedelijk wel, ja. Het eten was natuurlijk ook heel sumier. Dat was soep op een manier met en een stuk brood. En konden ze een stukje brood extra krijgen, dan moesten ze dat goed verstoppen. Anders was het de volgende dag door anderen opgepakt. Begrijpelijk. Maar dat is een vreselijke ramp geweest, ja, dat die mannen allemaal weggevoerd waren. Allemaal weduwe. Wij zijn dus ja, na de oorlog daar wel wezen kijken. En zover je kon ook nog helpen als het nodig was. Maar, die gemeenschap was toch wel ook zo op zichzelf dat ze elkaar goed konden helpen, gelukkig. Teunis Knoppert, 7 februari 1927. Hij was dus een jaar ouder dan ik. Och ja, de meeste van die jongens heb ik goed gekend. Die jongens van Schuitenmaker, de bakker, hadden zich verstopt op een hele goede plek. En toen zeiden ze, je hoeft je alleen maar te melden bij de kerk, je laten zien. En dan gaan ze de huizen doorzoeken en dan mag je weer terug. En die jongens die zich zo goed verstopt hadden, die zijn door hun vader uit die verstopplek gehaald. En hij zegt, kom er maar weer uit jongens, je hoeft je alleen maar te melden en dan gaan we weer in huis.
Dat hebben ze gedaan. Nooit teruggekomen. Dat een vader zijn eigen jongens... Ik heb die man goed gekend. En die volgende jongen, Aart van Slichthorst. Enige zoon, zijn moeder was weduwe. Hetzelfde verhaal. Ook zeg verstopt. En dan moet je denken dat die oude dominee met die mannen zonder begeleiding van het orgel gezongen heeft. Of hij zelf ingezet heeft, dat weet ik niet. En dat zal niet meegevallen hebben. Want die 600 mannen, dat waren heus niet 600 mannen... die hier elke week in de kerk zaten. Dat was van alle soorten, om het zo maar eens te zeggen, uitputten. En toen hebben ze daar psalm 84, vers 3 en 4 gezongen. Dat is de psalm van de razzia, zeggen we altijd maar. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal gena en ere geven. En dat ontroert me. Ik ben een lastig mens, ik ben zo ontroerd. Maar als die psalm die wordt altijd gespeeld, niet gezongen. Bij de herdenking bij het monument. Gerry Vastenburg heeft veel moeite gehad om het verlies van haar vader een plek te geven. En het verwerkingsproces duurt nog tot aan de dag van vandaag voort. Heeft u nog iets tastbaars van uw vader uit die periode? Ja, dat zijn... Dat is het briefje. Toen hij vanuit Amersfoort met de trein ging richting Duitsland. Neugamma, daar zijn ze dan eerst aangeland. Daarvanuit heeft hij in de buurtschap Dierenme, zo heette dat toen in die tijd. Daar woonden wij dan. Dus in die omgeving heeft hij dat briefje uit de trein gegooid. Meerdere deden dat. En de jachtopziende heeft het briefje gevonden. En die heeft het naar mijn moeder gebracht. En dat was natuurlijk voor mijn moeder ontzettend waardevol natuurlijk. Hè? En wat stond erin? Ja, het begon met lieve vrouwen, lieve kinderen. Gerry, Henny, Johan. Het is niet anders, Anna. We hopen elkaar weer terug te zien. Maar dit is niet anders. Houd je goed. Breng het paard het land in. En doe de groeten aan Gerrit en Gijs. Dat waren broers van hem en hun vrouwen. En we hopen elkaar weer terug te zien. En... ook van iets van met het gebed. Hè, laten we hopen en bidden dat, en vertrouwen dat het weer goed mag komen. En wat betekent dat briefje voor u? Ontzettend veel. Dat is zo kostbaar. Dat is heel ontzettend kostbaar. Ja. Dit was Vrouwen in Oorlogstijd voor deze week. Wilt u meer informatie of deze aflevering nog een keer terugzien? Ga dan naar onze website www.vrouweninoorlogstijd.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan gaat het over de vrouwen van het verzet. Vrouwen in Oorlogstijd is een gezamenlijke productie van Omroep Gelderland en De Gelderlander. Aanstaande zaterdag vindt u in bijlage Spectrum van De Gelderlander nieuwe verhalen van vrouwen die de oorlog zelf meemaakten. Kijk ook op vrouweninoorlogstijd.nl voor meer verhalen, achtergronden en reacties. Hoe lang ben je nou aan het wachten op dat servicenummer?